Leden van de kunstrijwielvereniging Juliana Bicycle Team uit Millingen aan de Rijn zijn dinsdagmorgen de uitdaging aangegaan om 640 kilometer te fietsen. Initiatiefnemer en deelnemer Roland van Gesthuizen vertelt waarom ze dit doen. We zijn kunstrijwielvereniging Juliana, oftewel Juliana Bicycle Team, omdat we ook veel internationaal onze kunst op de fiets laten zien. En we bestaan dit jaar 110 jaar. En ter gelegenheid daarvan gaan we een prestatie toch op één wiel doen van Londen naar Millingen met 8 fietsers. In 1984 waren er ook al 5 fietsers die zijn van Parijs naar Millingen gefietst. 20 jaar terug een groep van 8 man die rondje Nederland op een eenwiel hadden gefietst. Nou, we vonden het eigenlijk weer tijd voor een nieuwe uitdaging. En we dachten van, hey, we gaan eens een keer die plas over en vertrekken vanuit Londen nu. Maar het doel ook om het verenigingsrecord te verbreken. Parijs-Millingen was 550 kilometer, rondje Nederland iets meer dan 600 kilometer en nu gaan we ongeveer 640 kilometer fietsen. Nou, we hebben zeker 1000 kilometer in onze benen, dus we hebben al voldoende getraind. We zijn in november zijn we gestart met de eerste trainingen en we hebben volgens een bepaald trainingsschema zijn we steeds meer kilometers gaan fietsen en wat ja, vanaf februari zijn we ook beide dagen het weekend gaan fietsen om zo voldoende gesteld te staan voor de uitdagingen waar we nu voor staan. We zijn er klaar voor. We zijn gebrand om te gaan, dus laat maar komen.